Oké, goed plan. Naar Empire toe. Oké, ik doe het gewoon. Hoe kwam ik daar ook weer de vorige keer? Oh jee, ik wil ook niet langer hier in het Empire blijven. Moet je mijn zwaard zien, man? Het is gewoon gone. Het is gewoon helemaal weg. Echt binnenkort even met een clean-up crew hier komen om... ja, nog een beetje mooi te maken, want shit, hé. De boel staat hier nog steeds in de fik en... het ziet er gewoon niet uit. Ja, misschien even Eclipse vragen of ze mij daar toch heen kan brengen. Alleen, ja, haar kennende... mot ze gelijk de eerste Empire die ze ziet, want dat is momenteel hoe zij is. En... oh, ik moet even overtuigen van niet dus. Oké. Ja, Eclipse, die zal hier waarschijnlijk wel ergens weer... oh, daar! Eclipse! Hey David! Hi! Hoe lang stond je er al? Al een tijdje. Ben aan het bouwen. Oké. Nou, dan weet je misschien ook een beetje half van mijn plannetje. Ik heb 3 Empire-vrouwen heb ik uit een enchantment gehaald. Die hebben dus altijd schijnbaar half in de onderwereld, half in een glazen flesje gezeten. Ik weet het niet. Ik heb er ook een aantal vermoord. Dat geef ik heel erg toe. Ze zitten in de lava gegooid met flesje en al. Dus die komen nooit meer naar boven als het goed is. Ja, ik weet hoe jij... laat ik het zo zeggen. Wil je met me mee naar Empire zometeen? Ja, ik ga je wel helpen. Ja, maar dan moet je je wel gedragen. Ik zal je uitleggen waarom. Ik wil met die vrouwen van hun... wil ik als dwangmiddel gebruiken dat ze weggaan. Kijk, jij kan er nog zoveel... kun je er nog doodmaken. Maar het is net een stel... ratten, een plaag. Hoeveel jij er ook dood maakt, het is nooit genoeg. Dus we moeten ze kunnen dwingen. En de vrouw van Rathanatos zit er volgens mij tussen. Dan kom ik, laat je wel even zien waar ze zitten. Op zich wel nice. Wel een mooi iets. Oké, dan volg ik je wel. Eens even kijken. Hop. Je kan, ja, jij kan vliegen, maar ik niet. Ik zoek even een andere route hoor. Kom maar op. In. Zo, ja. Oké. Hier zitten ze onder. Ik heb het even zo opgelost. Heb jij misschien nog dat je iets stevigers voor kan bouwen? Een soort bedrock of obsidian of zo. Ik heb dus helemaal niks meer. Want mijn hele... ja, dit was mijn voorraadkamer. Maar als je dat kan, dat zou heel fijn zijn. Als je hier nog even iets... ja, gooi maar ja, nog hoor. Dichter dan wat al is. Dat kan ik wel. Zo goed? Ja, dankjewel schatje. Dankjewel. Nou, hier zitten dus die 3 Empire vrouwen in. Daar laten we ze. Als we hier gauw weggaan, dan heeft niemand dat gezien. Dan weet niemand gewoon dat ze hier zitten. Mijn plan is nou om naar Empire te gaan. Weet je nog die grote wachttoren vlakbij Malino? Zou je mij daar misschien naartoe kunnen brengen? Weet je het zeker? Als je daar gaat, vermoord ik misschien wel iedereen, hè? Hoe bedoel je? Nou, weet je wat? Laten we hem maar gewoon zien. Breng me er maar heen. Oké, dankjewel. Oké, dus dit is Empire? Ja, toch? Empire. Voor mij wel. Yes. Oké, volg mij. Volg mij, Eclipse. Je was hier eerder geweest, toch? Ja, ik ben hier wel vaker. Ik zie het al, ja. Oké. We gaan ze gewoon opzoeken. Er staat er één. Pak hem, Eclipse. Kun jij hem pakken? Natuurlijk. Ja, ik kan het ook wel doen, maar pak hem gewoon. Maak het uit. Goed zo. Wow! Oké, nice, nice. Ja, ik had en hem. Nu gaan we... Ja. Dankjewel. Dan gaan we nu naar binnen, oké? Is goed. Yes. Oké, ik ga voorop. Bescherm mij alsjeblieft. Ik bescherm je altijd. Yes. Oké. En let's go. Ik kom eraan. Ik zie helemaal niemand. Dat is een goed teken. Aan de andere kant ook niet. We moeten die Thanatos gewoon vinden. En die Kratos. Maar volgende keer toen ik hier was, toen was er echt niemand. Oké, dus vorige keer was je hier en toen was er niemand. Serieus? Waar heb jij ze dan gezien? Nou, er zijn nog maar heel weinig levend. En die zie ik gewoon rondvliegen soms. Oké. Dus er zijn er niet zoveel meer. Nou, maakt niet uit. Die er nog over zijn, die gaan wijzen. Ik zie mensen. Oké, ik ga er gewoon heen. Hop. Volg mij. Ben je er nog? Eclipse, zit je achter me of niet? Ja, ik volg je. Ik zie wat. Waar ben je? Ik ben achter je. Eclipse. Oh. Oké. Weet je wat? Ga jij er maar gewoon naartoe. Vertel ze wat de bedoeling is. Oké, is goed. Doe maar. Ik ben achter je. Ze kunnen je niks maken. Mir asta. Omonto. Igripira. Goed zo. Balalana maus.
Oké, we gaan naar binnen. Oké. De toga. Thanatos. Rakratis. Het is gedaan met jullie. Lamacuna. Eclipsa zal voor jullie vertalen, want jullie begrijpen me waarschijnlijk niet eens. Eclipsa, okay. Vertel ze dat ik... Kom maar even hierheen. Ik vind het veel te gevaarlijk. Oké, vertel ze dat ik hun vrouwen heb. En als ze niet vertrekken, dat ze daar aangaan. En als ze wel weggaan, dan krijgen ze hun vrouwen terug. Oké, heel benieuwd hoe dit gaat. Heel, heel, heel benieuwd. En hier zullen ze toch voor moeten gaan. Dit is waarom ze zo boos waren. Dit is wat ik in mijn Elementals tijd geleerd heb en gehoord heb. Dit is de reden waarom ze zo zijn. Dit moet gewoon goed gaan. Ze zijn een beetje boos, zie ik al. Oké, mooi. Wees maar lekker boos op Eclipsa. Ja. Oké, wat heb je te melden? Vertel Eclipsa, vertel. David. Ze gaan ermee akkoord. Ze vinden het goed. Meen je dat? Gaan ze akkoord? Goed, ik wil jullie nooit meer zien op dit stuk land. Nooit meer. Jullie gaan weg. Heb je dat begrepen? Heb je dat begrepen? Omonto, ik riep als geen vrouwen. Balalana Maurus. Mooi. Jij ook? Balalana Maurus. Mooi. Super Eclipsa, we hebben het gedaan. Ze hebben beloofd weg te gaan. En ja, wat we nou in handen hebben is gewoon huge. Het is echt gewoon huge. Wow, rustig aan schatje, rustig aan. Ze gaan weg, echt waar. Volgens mij zijn we nu voorgoed van Empire af. En wat een opluchting. Oké, en nu, ja. Ze zijn inderdaad weg. Ze zijn nergens meer te verkennen. Ze zijn weggegaan met iedereen. Ja, wat moeten we... Hoor je dat ook? Wat is dat? Serieus? Wat is het geluid? Ik weet het niet. Eclipse, zit jij me voor de gek te houden of zo? Nee, echt niet. Dat ben ik niet. Oké, gelukkig. Ik was al bang. Het klonk als draken en weet ik veel wat, joh. Ja, maar ik maakte dat geluid niet, hè? Wat bedoel je, maakte dat geluid niet? Oh, ik was het niet. Waar komt het dan wel vandaan? Ik weet het niet. Het komt er niet uit... Is Empire weer terug? Nee, ze kunnen niet terug zijn. Waar komt het vandaan? We gaan maar kijken. Nou ja, whatever. Jij bent gewoon bij me, dus het komt... Oh, fucking hell. Wat staat daar? Haha. Hey, David. Jij ook hier. Wat de lang niet gezien. Oké, jij bent op een heel erg verkeerd tijdstip. Ik ben hier samen met Eclipsa. Die kan jullie hier pakken. Weet je wat ik net gedaan heb? Ik heb net Empire weg laten gaan. Die zijn scheidsbenauwd van mij. Voor wat ik met ze kan doen. Empire. Empire? Dus, ja, dus wat denk jij dat jij nog kan doen? Laat me niet lachen. Wat is er met Empire dan? Oh, dat stel... Die zijn niks meer. Ik pak ze wel, hoor. Wauw. Zal ik je iets leuks vertellen? Nou? Wist je dat mijn voorouders Empire hebben gemaakt met wat ze zijn? Empire was gewoon een dorpje, een stammetje, wat helemaal niks kon. Ja, inmiddels dus niet meer. Ik kan me nog herinneren dat jij in Verien ook scheidsbenauwd voor ze was. Ik heb hier nou een godin bij me. Ik dood ze wel, David. Ja. Dat is inderdaad een goed plan, Eclipsa. Pak ze maar, vernietig ze maar gewoon. Ik pak ze wel. Wauw, dat jij echt zo'n grote mond durft te hebben en jij ook, klein meisje. Want kijk eens wat hier staat. Ik ben niet bang voor je. Dit is één draak. Dit is de leider van de draak. Maar dit is niet de enige draak. Zullen we het er maar op houden dat er nog 6 naar Elementals zijn gegaan? Wat? What the fuck? David, ik moet terug. Hou je er even buiten. Eclipsa, is goed. Ga nu naar Elementals en zorg dat er niks kapot gaat. Wees voorzichtig. Ik pak deze heren wel aan.